Goedemorgen, het is vandaag 9 november en het is dinsdag. Ik was eigenlijk van plan om zijn vlog niet te openen, want Goedrik lag nog lekker te slapen, maar die werd zojuist wakker. Dag mooi. Ik had hem beloofd dat wij naar Utrecht zouden gaan om spullen voor zijn familie te kopen. Maar ik vergeet elke keer toch nog steeds dat ik op dinsdag zangles heb. Ik zei, oh sorry, ik kan natuurlijk helemaal niet, ik heb eerst zangles. Dus nu gaan we dan morgen, maar dat kan ook gewoon even... Gisteren zei ik nog, ik denk dat het er morgen helemaal uit is. Nou, mijn haar is vandaag nog steeds prachtig. Het is wel iets minder golf, maar man, wat zit het goed. Cadeautje van het universum, denk ik. Als hij toch wakker is, kan ik ook gelijk. Hey, poepie. Wil je even hallo zeggen? Wil je even hallo zeggen? Hallo allemaal. Goedemorgen. Even de wasmachine aanzetten. Ik ga nog even snel één laagje mascara opdoen. En dan ga ik er van tussen. Het zonnetje schijnt zo lekker. Ik heb gewoon zin om naar buiten te gaan. Ik heb trouwens weer echt een leuke outfit. Ik heb deze broek gecombineerd met die bruine top. Deze is van Naked. Ik zal kijken of die er is. Dan zet ik de linkjes in de beschrijving. En ik heb de laarsjes van de Primark aan. Ik kan het even niet in de spiegel doen. Er staan allemaal spullen voor. Dus dat is niet zo handig. Maar ik vind deze combi vooral ook echt heel leuk. Leuk setje. De vrouw die voor mij zangles heeft, heeft hetzelfde liedje van Adele. Dus ik ben nu aan het meeluisteren. En het klinkt zo goed. Waarom ben ik zo vroeg? Het klinkt echt super goed. En dan moet ik zo nog. Ja, ach ja. Ik heb wel goed geoefend. Dus ik ga er best een beetje voor zetten. Ja, je mag twee keer hetzelfde nummer achter elkaar, hoorde ik. Oh ja? Ja. Ik hoorde hem door de deur heen. Oh, nu dit liedje bedoel je? Ja. Ja, ja. Ja, zij is een enorme Adele-fan. Oh, ja. Dus ik zeg, nou dan weet ik wat. Gaan we die lekker doen. Ja, vrijdag. Je gaat... Ik moest meteen aan jou denken toen Sjoerd Krijtenburg, die gaat leiden... Toen hij dat stuurde. En hij zei, ja, ik heb ook wel eigenlijk een... iedereen is welkom, maar het zou ook leuk zijn als er wat meer gevorderde zangers ook zich aansluiten. Dat we ook naarmate het niveau, we willen het niveau laten vorderen gedurende de avond. Ja, dus ik moest aan jou denken. Maar... Ga gewoon eerst lekker even de kat uit de boom kijken. Ja, ik dacht gelijk van, oh ja, niveau hoger. Oh, dan voel ik druk. En dan ga ik echt in een hoekje willen zitten. Dus, hij weet helemaal niet hoe jij zingt. Nee. En dat ga ik ook niet tegen hem zeggen. Dus ga daar gewoon heen. En niemand heeft verwachtingen van jou. En dus al wil je er gewoon een uurtje zitten. Gewoon ja. Om even te kijken. Ik ben heel even hyped. Mijn camera was leeg, dus ik heb niks kunnen filmen. Maar ergens dacht ik ook dat daar misschien nog een extra stukje relaxedheid vandaan kwam. Omdat ik heb gisteren nog met mijn ouders over gehad. En ik film heel even mijn telefoon trouwens, want mijn camera was dus leeg. En dat mijn vader ook zei van, waar zit uiteindelijk de bron van het probleem? En ik zei dat ik niet geloof in mezelf. En hij zei, ik denk dat je niet wil falen. Dan dacht ik, ja, dat is gewoon zo. Ik vind niets erger als het niet goed genoeg doen. Want ik weet dat ik het kan. En dat zeg ik dus ook heel vaak. En ook tegen haar. Van, ik weet dat ik het kan. Waarom doe ik het niet? Omdat ik dus gewoon bang ben om te falen. En ik heb echt tegen mezelf een soort van gezegd, let it go. Doe het dan maar fout. Doe het maar gewoon fout. Maar leer er dan van. En nog iets wat ik echt weer achterkwam. Ik heb zo hard geoefend. Jullie realiseren je niet hoe hard ik heb geoefend. Maar als ik zeg hard geoefend, heb ik het nummer echt minimaal 10 keer per dag van kop tot staart gezongen. En waarschijnlijk 20. En specifieke stukjes waarschijnlijk 100. En ik kan er wel op vertrouwen dat als ik iets heel hard oefen, dat het echt beter wordt. En dat zei ook van, ik sta elke week weer verbaasd hoeveel progressie jij maakt in één week. En
Dat komt puur en alleen omdat ik zo hard oefen. Dus ik kan ook vertrouwen op dat als ik oefen, dat het effect heeft. En dat ik dan niet faal. Want dit keer ging het zo goed. Het ging zo goed. Maar ja, ik heb niks op beeld staan, dus jullie moeten me maar geloven. Maar het ging echt heel goed. En het was fijn. En zij vertelde dus dat er aankomende vrijdag... Ik heb er ook een uitnodiging voor gehad. Is er een jam sessie hier. Om elkaar te leren kennen, om samen muziek te maken. En ik zei wel van ja, je kan een nummer insturen als je iets wilt doen. Ik zei nou, dat ga ik niet doen, want dan leg ik gelijk druk op mezelf dat ik het moet doen. Ik denk dat het voor mij beter is om gewoon te gaan. Want één, dan leer ik nieuwe mensen kennen die ook van muziek houden maken. Dat vind ik al leuk. Nou ja, misschien zijn er ook wel wat groepsdingen waar ik een beetje mee kan doen. Of dat ik gewoon even de kat uit de boom kan kijken. Dat vind ik gewoon fijn, daar hou ik van. En als ik op dat moment denk, hé, dit nummer ken ik, dat wil ik doen. Ja, waarom niet? Dus dat is vrijdag. Nu, ik ga even een aantal dingen nog van de Vibra terugbrengen. Die hingen nog steeds thuis. En ik denk dat ik dan ook even een zonnebankje pak. Ik ben bij de zonnebank aangekomen en ik wilde nog vragen. Ik heb dus nooit folders, want ik heb een nee-nee sticker, want ik werd er gek van en ik las ze nooit. Maar, mijn zonnebankspray van Bier de Mol is bijna op en mijn koekrozencreme ook. En ik weet dat Bier de Mol super veel acties heeft. Alleen, ik mis ze dus altijd, omdat ik dus geen folders heb. Dus mochten ze een actie hebben, stuur mij even een berichtje. Dan ga ik namelijk gelijk inslaan. Dan kan ik er even vooruit. En betaal ik niet eens voor een pond. En daar ben ik gek op. Dus doe even een DM als het zover is. Dan vlieg ik naar de Kruidvat. Of naar de Ethos. Maakt mij niet uit. Dit was super grappig. Die vrouw achter de kassa zegt... Nee, kom je dat witte pak terugbrengen? Dat is van de Vibra video met die rok en die trui. Zegt, ik dacht het gaat je zo fantastisch staan. Ik zeg dat lief, ik zeg maar het was echt net een hobbenzak. Ik zeg het was zo groot en die trui was eigenlijk te lang, dus ja, het was het helaas niet. Nou, jammer hoor. Goedriek heeft even de schone was hierop gelegd, maar nou is er geen plek meer voor Tijger, maar die maakt wel plek, hè? Jij maakt wel plek. Oh, poepiedoepje. Ik heb ondertussen de mukbang met Birdie geëdit. En die is super leuk. Dus als je die nog niet gezien hebt, vind ik echt een van onze leukste mukbangs die we gemaakt hebben. En dit is niet wat je denkt dat het is. Wij hebben namelijk voor de derde keer de privilege om proefkonijntjes te zijn voor het nieuwe bedrijfje van mijn oom slash mijn moeder. En dit keer, en dat vond ik zelf wel heel erg leuk, mocht je via de website bestellen. Want ze gingen dus de website testen en je mocht dus ook zelf kiezen. Waar we de vorige keer alleen konden aangeven wat we echt niet wilden. Dus we zijn steeds verder in het proces. En het idee is dat het... 1 december live gaat. Dus dat is al wel bijna. En ik heb gekozen voor deze heerlijkheid. Jullie zien aardappels en denken meteen, ja, dit is Sophie. Ik heb een mini meatloaf met rozemarijn aardappeltjes. En die moet zonder folie 20 minuten in de oven. En Goedriek, ja, dit vind ik er dan alweer minder smakelijk uitzien, maar dat ligt gewoon aan de voorkeur. Heeft beef stroganoff. En ja, ze kunnen niet tegelijk in onze mini-oven. Onze mini-oven doet het trouwens wel heel goed met deze gerechtjes. Dus ik zal ook straks weer even een updateje geven. Want dat was ik vergeten bij die vorige keer. En daar kreeg ik heel veel vragen over. Maar dat waren ook niet echt mijn gerechten. Daarom was ik nu blij dat we het echt zelf konden uitzoeken. Want nu weet ik zeker dat ik het echt heel lekker ga vinden. Dus ik zet... Are you very hungry or hungry? Nou, ik heb sowieso niet zo'n honger. Ik doe dit van jou wel eerst. Wel een nadeel, zeiden we net tegen elkaar, is dat ons kleine oventje natuurlijk er maar 1 tegelijk kan hebben. Dus we kunnen niet tegelijk eten. Dat is ongezellig. Hier hebben we de... This is beans. This is for me. Oh, dat heb jij er extra bij gedaan. Dat vind jij lekker. Zilvervlies rijst. Met zilvervlies rijst met stroganoff. Dat is met rundvlees, denk ik, hè? Ja. Het ruikt lekker. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dit zou zeggen. Dat gaat een beetje mis natuurlijk. Maar, en die van mij zit er dan nu in.
En dit is mijn creatie. Hij ziet er niet meer zo mooi uit. Maar dit is witte kool met een beetje curry, als ik me goed herinner. Aardappels met rozemarijn. Het is wel een heel groot stuk vlees voor mij. Maar nou zit er iemand naast mij die heel erg hier naar kijkt. I'm here to pick up the laptop. Ja, 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 dat dacht ik al. Maar dit is wel echt een Sophie Maaltje natuurlijk. Kijk even wat een perfect gesneden mango ik van mijn vriend krijg. Eerlijk, dit zijn wel echt skills. Het is bijna te mooi om op te eten. Ik zou hem bijna als decoratie neerzetten. Het wonder mag daar wezen dat Goedrie gewoon al in bed ligt en ik niet. Ik heb het idee dat ik niet zoveel gevlogd heb vandaag. Omdat ik dus echt de hele dag alleen maar achter de laptop heb geëdit. En mails heb gedaan. Nou ja, en gewoon echt veel werk verzet. Dus dat is super fijn. Nu is het super donker. Een kleine update nog over... Pardon? Pardon? Hallo? Wat moet dat daar? Over mijn eten. Fantastisch. Het was echt absoluut mijn favoriet. He is in the vlog already. Oh, Ginny wil ook even gezien worden. Hi. Hi. Nee, jij mag niet naar binnen, liefje. We gaan Trappie eruit halen. Echt, maar qua eten absoluut mijn... Oh, dat was heel veel snoep. Nou, geniet ervan. Hij is er wel uit. Mijn favoriet tot nu toe. Dus ik heb er echt van gesmuld. En morgen moeten we heel veel... Is mijn telefoon hier? Nee. Jawel, ik heb hem op bed gegooid. I think it's in the sofa. Nee, volgens mij heb ik hem op bed gegooid. Misschien ook niet. Potverdikkie. Morgen gaan we weer naar Utrecht. Overvecht voor de Nike Clearance Store. Oh ja, hij heeft gelijk. Hij ligt op de bank. Voor zijn familie. Want hij gaat dus in december. Nou, ik ook. Maar hij gaat eerder. Dit is een heel onsamenhangend verhaal. Dat is echt de slechtste afsluiting van de vlog ever. Sorry hoor. Maar in ieder geval. De Nike Clearance Store gaat om 10 uur open. En we willen besloten om 9:30 voor de deur staan. Dus... We moeten vroeg op, want dan moeten we om 8:30 in de auto zitten. En dan gaan we gewoon weer flink wat inkopen doen. Trouwens, dit is de eerste dag dat ik mijn slaapkamer weer zou mogen filmen. Want de makeover staat online. Ik zal een linkje in de beschrijving zetten als je hem nog niet gezien hebt, want hij is echt super leuk. Op het kanaal van Xenos. Wij gaan slapen. Heel erg bedankt voor het kijken en ik zie je weer bij de volgende video.